Welkom bij SV Urk TV met een verslag van de laatste competitiewedstrijd in het seizoen 2017-2018 tussen Urk en Eemdijk. Gespeeld op zaterdag 26 mei 2018. Wedstrijdsponsor is Cliff 18 en de scheidsrechter van vanmiddag is de heer Oosting. Vooraf waren de belangen denk ik wel heel erg bekend. Eemdijk zou bij een overwinning kampioen zijn in de hoofdklasse B. En dat was ook te merken aan het aantal toeschouwers wat ze meegenomen hadden. En natuurlijk al het vuurwerk. Hier door alle rook heen de drie pupillen van de week. Waaronder de dochter van Cornelis Kofferman. Cornelis die vanmiddag zijn laatste wedstrijd in het eerste van Urk speelde. En hier door zijn eigen dochter wordt gepasseerd. Goed, dan de wedstrijd. Het was warm op Sportpark de Vorm op het kunstgras van SV Urk. En het was Urk wat de eerste aanvallende impulsen had. Hier een corner en dan wordt de bal van de lijn gehaald door een verdediger van Eemdijk. En komt de ploeg met schrik vrij. Hier een verre inworp van Maarten Dijkhuizen die door de schorsing van Dick Hakvoort weer in de basis moet beginnen als rechter vleugelverdediger. En hier een schot van Rikkeltjan Brands. Maar in twee instanties een redding van de keeper Ruizendaal van Eemdijk. Zoals gezegd, het eerste gedeelte van de eerste helft was in het voordeel van Urk wat de meest aanvallende aspiraties op de mat legde. Dan is het Rikkelte Nijntjes. En zijn schot gaat een half metertje naast het doel van Eemdijk. Stand nog steeds 0-0. En langzamerhand begon ook Eemdijk wat aanvallender te denken. Hier nog een overtreding op Gerrit Tol. En een vrije trap voor Urk. En Lucas Nagel op Rikkeltjan Brands. Die redelijk vrij op kan stomen en een voorzet geeft. En dan is het Hesselsnoek die twijfelt tussen koppen of aannemen. En dan krijg je zo'n bal die een paar meter zachtjes naast het doel van Eemdijk gaat. Dan fluit scheidsrechter Oosting hier voor een vrije trap voor Eemdijk. Bijna 30 minuten gespeeld. Even Brouwers achter de bal. En die krult hem werkelijk prachtig in de bovenhoek. Boven Cornelis Kofferman. En zet zo Eemdijk op een 0-1 voorsprong. En dat zou natuurlijk genoeg zijn voor het kampioenschap in de hoofdklasse B. En natuurlijk dolle vreugde bij de supporters die meegereisd waren. 5 bussen vol. En daarnaast nog een bus met sponsoren. Misschien wel het keerpunt in de wedstrijd. Eemdijk ging vanaf dat moment veel makkelijker voetballen. Hier een keurige redding van Cornelis Kofferman. Op een uitbraak via de linkerkant van Eemdijk. Hier nog een van die gevaarlijke voorzetten. Maar die kan ook geruimd worden door de Urker verdediging. Aanval zit er nog niet op. En het is weer Evert Brouwers. Maar dit keer wordt zijn shot à la Pantelic gevangen door Cornelis Kofferman. Is opnieuw aan de rechterkant Eemdijk. Maar de voorzet bereikt geen speler van de ploeg uit Eemdijk. De plek naast Spakenburg. Dat met IJsselmeervogels en Spakenburg natuurlijk al heel goed vertegenwoordigd is in de tweede divisie. Is de Urk wat de aanval zoekt. Rikkelt Nijntjes. Voorzet van Rikkelt. En dan nog een kopbal van Hesselsnoek. Maar die gaat een metertje over het doel van Gerpen Ruizendaal van Eemdijk. Dan zijn we aanbeland in de tweede helft. Met die 1-0 tussenstand voor Eemdijk. Hier een overtreding. En dan Evert Brouwer die zich achter de bal zet. Cornelis Kofferman die wegbokst. Maar dan is het Michael de Harder die dwars door de Urkenverdediging heen de ploeg uit Eemdijk op 0-2 zet. En dan is de wedstrijd natuurlijk beslist. Kunnen alle supporters uit Eemdijk feest gaan vieren. In het laatste half uur. Urk probeert het dan nog wel. Om de stand een iets beter aanzien te geven. Maar het heeft weinig tot geen geluk bij de aanvallen die er op het doel van Gerben Ruizendaal komen. Hier is het over de linkerkant door de reuk een voorzet van Rikkeltjan Brands. Die wordt simpel gevangen door de doelman van Eemdijk. Dus dan gaan we langzamerhand richting het einde van de wedstrijd. Trainer Richard Karabel van Urk wisselt dan nog 2 keer. Jelle de Boer komt in het veld. En Jan Versloten. Maar het heeft tot dan toe
nog weinig tot geen effect. Dan is het Gerrit Tol. Een 1-2'tje, maar zijn schot gaat een half metertje over het doel van Ruizendaal. Dat was eigenlijk de laatste noemenswaardige kans voor Urk. Dan slaat ook trainer Patrick Donner van Eemdijk aan het wisselen. En dan de wissel aan de kant van Urk. Een paar minuten voor tijd wordt Cornelis Kofferman naar de kant gehaald. Zijn laatste wedstrijd voor Urk. 442 wedstrijden in totaal speelde deze keeper voor de hoofdmacht van Urk. En het respect was er niet alleen bij de spelers van Urk, maar ook bij de spelers van Eemdijk. Cornelis werd vervangen door Lucas Visser. Die de laatste paar minuten mocht volmaken in het doel. En dan vindt ook scheidsrechter Oosting het genoeg. Wint Eemdijk met 2-0. En kan het een prachtig feestje gaan vieren. Vanwege het kampioenschap in de hoofdklasse B en de promotie naar de derde divisie. Felicitaties voor de staf van Eemdijk. En na al deze festiviteiten kunt u straks nog luisteren naar de interviews met trainers Richard Karrenbelt, Patrick Loenen en natuurlijk met onze afscheidnemende doelman Cornelis Kofferman. Jij jong, en dan ga jij mij vervolgens de spelers vertellen. En oproepen. Noem ze maar. Wie moet er nu? Ja, doe maar op nummer Gerben. Gerben! Ja! De wedstrijd die vooraf beloofde heel spannend te worden, dat is hij ook geworden. En zeker wat Eemdijk betrof, want vorige week hadden ze het zelf een beetje laten liggen. En het moest vandaag gebeuren en bij de voetballerij als iets moet, ja, dan is het altijd spannend of dat gaat lukken, ondanks alle goede voorbereidingen. Patrick Loenen, trainer van Eemdijk, ja, het moest vandaag gebeuren. Was het voor jou ook zo een hele spannend moment? Nou, je weet, het is wel heel... Kijk, een hele tijd geleden, toen kwamen we bovenaan. En toen kwamen we op een gegeven moment op 5 punten. En toen hebben we wel vaak tegen elkaar gezegd als begeleiding. Je zit wel eens aan de bar. Jongens, we moeten het beslissen voordat we naar Urk moeten. Dat is zo. Want ik denk, van, nou, dat moet niet daar gebeuren. Want toen zat het er ook nog in dat jullie een periode konden halen. Ja, en deze ploeg, deze club, en dat ziet ze, die heeft gewoon het vermogen, ondanks dat het nergens meer om gaat, heeft het hetzelfde als het Spakenburg zo'n beetje. Enorm veel karakter. Hebben de wedstrijd ook niet laten lopen. Toen wij vorige week dit eigenlijk verspeelden. Maar dat was natuurlijk een uitgelezen kans. Ja, dan weet je een week ervoor dacht je nog van, de kans is groot dat we het pakken. Maar afgelopen week dacht van, ja, dat kan zomaar zo'n hele vervelende middag worden. En dat je niks hebt, want het verschil tussen iets moois zoals we nu hebben en een deceptie. Ja, dat is flinterdun. Gefeliciteerd in ieder geval met dit kampioenschap, want je hebt er lang voor gestreden. Vorige week is het net niet gelukt. Urk heeft jullie daarbij ook een beetje in het zadel geholpen, want Geenemuiden hebben ze hier thuis verslagen. En Berkum hebben ze hier verslagen, met andere woorden. Urk, daar hebben jullie ook al wat aan te danken. Nou, zeker niet, want ze hebben ons ook verslagen thuis. Dus toen werd het ook 2-3 in, toen stond Karrenbelt aan de goede kant. Nee, dit is gewoon een hele, dat bedoel ik niet verkeerd, dat is alleen maar echt een compliment. Dit is gewoon echt een hele vervelende ploeg om tegen te spelen, omdat ze kunnen putten uit een enorme karakter en mentaliteit. En als je dat elke week op kan brengen en je speelt dan op 80-90%, ga je er gewoon af hier. En dan kijk ik even naar de eerste half uur waar ik Urk toch de wat betere ploeg vond, ook wat meer kansen creëerde. Dan is de ommekeer in de wedstrijd toch die vrije trap in de 30ste minuut van Brouwer, hè? Nou ja, deels. Ik vond dat wij de eerste 25 minuten echt onherkenbaar waren. Ballen van A naar B durfden we niet te spelen. Balletjes terug op de keeper, niet door durven te dekken. Dat is overal half. En met name ook de drinkpauze hebben we geprobeerd te pakken om, ja, toch wel te refereren aan afspraken die we gemaakt hebben. Dat is allemaal de vraag of het nagekomen wordt. Dus toen vond ik altijd wel wat iets beter in de wedstrijd kwamen. Maar ja, die goal, dat is natuurlijk wel een belangrijk moment. Want je wil hier niet achterkomen met het weer. Nee, dat kan ik me voorstellen. En dan, de omstandigheden waren ook heel zwaar. Veel krampgevallen, zeker in het laatste kwartier.
al of niet allemaal terecht. Het kan ook een klein beetje tijdrekken geweest zijn. Maar als het echt kramp was. Het heeft heel veel van de spelers gevraagd, hè? Ja, maar ik heb dat nooit eerder meegemaakt dit seizoen. We waren altijd fit aan het einde. Ja, dan kan het bijna niet zo zijn dat ze omstandigheden weer, maar ook spanning van de wedstrijd, dat slaat op je lichaam. Want normaal hebben we dit niet. Dus ja, het had niet nog 0-0 moeten staan en we hadden hem nog moeten maken. Dan had het denk ik niet gebeurd. Uiteindelijk is het allemaal gelukkig, gefeliciteerd. Nu heb jij al vroegtijdig in november, december kenbaar gemaakt dat je naar een andere vereniging gaat, dat je weggaat. Heb je daar intussen spijt van, naar dit toch wel hele mooie feest? Wat denk je, had ik nou toch maar eventjes wat langer gewacht en nog een jaartje Eemdijker en vastgeknoppeld? Nee, kijk, de beweegredenen van mij die hadden niks te maken met de stand op de ranglijst. Toen stonden we geloof ik zesde. Toen deden we al, ik was een nieuwe trainer, een nieuwe spelersgroep. Dus dat heeft tijd nodig. Dus ik heb me nooit laten leiden door de stand op de ranglijst. Dat waren andere beweegredenen. Dat zou nu heel makkelijk zijn van, nou, nu hebben we wel veel gewonnen. En nu heb ik er spijt van. Tuurlijk is het een mooi niveau om trainer te zijn. Maar er zijn andere beweegredenen geweest zijn. Kijk, nu voel ik me blij en morgen word ik er ook wakker mee. Maar het zou heel naïef zijn om er nou heel anders over te denken. Want aan het einde van de wedstrijd, toen definitief was dat je kampioen werd. Ja, toen zag ik ook wat tranen bij je. Dat deed je heel veel, hè? Je was echt geëmotioneerd. Nee, dat was hooikoorts. Was het hooikoorts? Nee. Alle spanning kwam eruit. Ja, er zit. Kijk, ik denk dat de trainer van Urk dat ook kent. En die loopt al wat langer mee trouwens. En er gaat zoveel werk en tijd in zijn seizoen zitten. En deze week was ik er heel bewust van. Ja, dit kan zomaar zijn dat je helemaal niks hebt. En dat voel je. Dus ik weet niet wat er dan door je heen gaat als die afsluit. Maar ja, dat komt dan. Dat ja. Gebeurt. In ieder geval nogmaals van harte gefeliciteerd. En een hele fijne avond vanavond. En het zal zeker goed komen in Bunschoten, denk ik. Fijne avond. Dankjewel. Richard, complimenten van de trainer van de tegenstander dat Urk toch altijd een hele moeilijk te bespelen ploeg is. Jullie waren vandaag wel uit op een stunt, hè? Nou goed, ik vind dat je altijd je best moet doen en altijd moet zorgen dat je probeert te winnen. En anders denk ik ook dat je heel ongeloofwaardig wordt naar iedereen toe. En ik denk dat we ons prima ons best gedaan hebben. Misschien wel dat er een klein verschilletje in zit op een gegeven moment dat zo'n vrije bal binnengaat. Dat er verschil komt tussen willen winnen of moeten winnen. Maar tot aan de 1-0 hebben we bij Vlagen vrij aardig gespeeld. Daarna was het een stuk minder. Ja, want ik zei net die 1-0, die vrije trap, een beetje omgekeerd in de wedstrijd. Want op dat moment waren jullie in ieder geval gelijkwaardig, zo niet de betere ploeg. Ook wat meer mogelijkheden, wat kansjes. En dan is even de spirit weg, lijkt het wel, aan de buitenkant. Zo heb jij dat ook ervaren? Hoe komt dat? Nou, dat is altijd moeilijk. Hè. Op het moment dat jij voorkomt, dan voel je dat weer niet. Hè. Ik bedoel, we hebben allemaal al heel erg zwaar gehad als we ernaar keken. Laat staan als je in het veld ook nog moet gaan lopen. Ja, het was gewoon een fantastische vrije bal, want vergis je niet hoor. Dit is echt een vrije bal van een meter of 18 met zoveel vaart. Dan moet je echt een geweldige traptechniek hebben, wil je dat lukken. Want normaal gesproken gaat die over. Dus dat is gewoon een geweldige goal. Hè. En dan heb je toch even een dippie. En dan ja, uiteindelijk dan ook in die tweede helft, natuurlijk de inzet was er wel, maar ook heel veel on-Urks, veel balverlies. Ja, nou goed, ook daarin geldt het moment van vrijlopen, dat kan bepalend zijn wanneer iemand balverlies leidt. En daarom zeg ik ook het verschil tussen het moeten winnen en het willen winnen. En we hebben ons best gedaan en dat moet ik de spelers nageven. En, het is jammer dat we de laatste verloren hebben. Met name ook voor het seizoen wat we aan het draaien zijn. Of wat we hebben gedraaid, moet ik nu inmiddels zeggen. Dus dat is zonde. Maar het is niet anders. Het is een van de 30 wedstrijden die we vandaag verloren hebben. En even een vraag. Jij zet altijd boven jouw voorbespreking op het formulier, op dat besprekingsformulier, zet jij altijd een hele korte samenvattende zin. Wat stond er vandaag boven? De laatste opstelling van de kaart. En dat was eigenlijk mijn vraag, want ik wist dit al. Met andere woorden, dat was ook de reden. Ja, natuurlijk hadden jullie graag de Kaat een overwinning gegund in zijn laatste wedstrijd. Hij heeft ook een heel goed seizoen gespeeld. We hebben straks nog een interview met hem. En de terugblik op dit seizoen, in ieder geval, als ik het er mag zeggen, een heel goed seizoen van Urk na een wat matige start. Uiteindelijk een heel goed herstel. Een evaluatie over dit seizoen zullen wij doen op de sponsoravond op 28 juni. Degenen die daar dan aanwezig zijn. Dus de evaluatie op het seizoen, dat komt zeker nog. Dankjewel voor alle tijd die je hier hebt willen staan. En dat je open hebt gesproken over datgene wat er goed ging. En ook op momenten dat het af en toe niet goed ging. Richard, dankjewel. En we zien elkaar in ieder geval de 28e terug. Dankjewel. Ja, Cornelis Kofferman. Als ik het goed heb, om en nabij de 450 wedstrijden. Waarvan een 330 competitie en beker. En de rest zijn dan vriendschappelijke wedstrijden. En
ja, dan is het over en uit. Als je nou al die jaren, een jaar of 14... Ik wil even wat bekend maken. Hij gaat door, dus we kunnen stoppen. Nee. Maar als je terugkijkt op al die jaren, wat is dan voor jou het echte hoogtepunt geweest in al die jaren dat je bij de selectie van Urk gespeeld hebt? Nou, ik denk dat toch wel de wedstrijd Ajax thuis is. Dat je die wedstrijd hebt gespeeld en ik denk dat dat het grootste hoogtepunt is. En dan leef je naar zo'n wedstrijd toe met een groep. In al die jaren heb je ook met verschillende spelers, met verschillende teams gespeeld. Want je kwam als een jong broekje bij de selectie. Uiteindelijk dan ben je de meest ervaren man in dat elftal. Als je terugkijkt op die jaren toen jij begon en het vergelijkt met de huidige spelersgroep. Wat is nou het team geweest waarvan jij zegt, daar koester ik toch wel heel veel goede herinneringen aan. Welke jaren waren dat? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik bedoel, ik ben erbij gekomen als jong broekie met de oudere jongens. En dan nu stop je als oudste en speel je met alle jongens. Jij stond er al en toen zijn hun gekomen. Dus ik vind dat een moeilijke vraag. Ik bedoel, elk jaar is mooi geweest. Goed, elk jaar mooi geweest. Er zijn natuurlijk ook mindere momenten geweest in heel jouw carrière. Als je dan terugkijkt, waar zeg je van, nou, dat waren momenten waar ik toch wel heel veel moeite mee heb gehad in al die jaren dat ik gevoetbald heb? Nou, ik denk dat eigenlijk de eerste wedstrijden zijn geweest van dit seizoen. Ik bedoel, vorig jaar gaf ik aan dat ik misschien wou stoppen. En gesprekken gehad en toch besloten om door te gaan. En als je dan de eerste paar wedstrijden verliest, dan vind ik dat een heel moeilijk moment. Ik bedoel, ik heb toen gesprekken gehad met Richard en gesprekken gehad met Peter. Of het niet beter zou zijn of ik ermee stoppen zou. Of dat er een andere keeper op doel gezet zou worden. Maar Richard en Peter hebben altijd het vertrouwen in me gehouden. En daar ben ik ze dankbaar voor. Ja, want als ik dan kijk naar dit seizoen, dan is het misschien wel een van je betere, misschien niet je beste seizoen geweest uit heel de carrière. Want je hebt een topseizoen gehad. Ja, we hebben een goed seizoen gedraaid, ja. Maar ook Cornelis Kofferman, of op Urkse zeggen, de kaat. Ja. Je doet het toch met z'n allen, Peter, of niet dan? Je doet het met z'n allen. Maar als ik vandaag ook weer keek, hè, toen het 1-0 was, had je toch weer een paar hele mooie reddingen. En dan kijk ik even terug. Het moment dat jij de beslissing hebt genomen was februari. En dan denk ik van, langzamerhand heb je daar naartoe geleefd. Hoe waren die laatste weken voor je? Ja, die laatste weken waren moeilijk. Ik bedoel, je geeft het al vroeg aan en dan leef je er naartoe. En dan denk je dat je er wel klaar voor bent, maar als je dan des te dichter bij je komt, des te moeilijker wordt het. En heb je toen nog even gedacht van, misschien kan ik toch nog... Nee, heb ik niet gedacht. Helemaal niet. Nee. En hebben ze nog druk op jou uitgeoefend? Nee, ook niet. Ook niet. Goed. In al die jaren heb je natuurlijk ook leuke dingen meegemaakt. En heb jij ook nog een anekdote waarvan je zegt van, nou, dat zijn toch wel hele mooie momenten in de voetballerij, waar ik nog steeds met heel veel plezier op dat moment, wat er toen gebeurde, op terugkijk? Nou, dat is sowieso één ding. Dat is onze laatste wedstrijd tegen Rennemuiden. Die werd de week voor mijn trouwen werd die gespeeld. En we moesten die wedstrijd winnen, want anders hadden we PD moeten voetballen. En die hadden we dus gewonnen. En als we die verloren hadden, hadden we op mijn trouwdag hadden we die PD-wedstrijd moeten voetballen. En onze Jan, die was toen reservekeeper. Dus toen hadden we al een beetje laten doorschemeren van, ja, dan moeten we toch maar wat later trouwen als we verliezen. Want we kunnen niet afwezig zijn. Maar gelukkig wonnen we die wedstrijd. En hoefde dat niet, want Albertine zei gelijk, dan wordt er niet getrouwd. Dus, en ik heb nog wel een klein, maar dat is dan, het was wel een leuk moment, maar ja, we krijgen wel een goal daartegen. Dat was de wedstrijd ACV uit. En Maarten zou een balletje terugkoppen en die strompelde een beetje. En toen greep hij die speler aan zijn voeten en kregen we penalty tegen. Vond ik ook wel een leuk moment. Het was jammer dat we dan een goal tegen krijgen, maar ja, er zijn nog filmpjes van en foto's en toevallig hebben we vorige week nog even om zitten lachen. En ik zou het nu benoemen, dus bij deze. Helemaal mooi. Dan heb ik nog één ding. Zou je even willen kijken wat daar onder die handdoek ligt? En wil je die even aan mij geven? Een keepershandschoen. Nou, als ik nou zeg, Cornelis Kofferman,
die heeft een handschoenentik. Klopt dat? Ja, absoluut. Ik heb volgens mij 7 paar handschoenen thuis liggen. En ja, wat een vrouw mijn schoenen heeft, dat heb ik met handschoenen. En waar moet waar moeten die handschoenen aan voldoen dan? Nou, die het liefst nieuw. Dus dat is bijna elke week een brander. Nieuw en? Flitsend? Sappig. Sappig, ja, flitsend. Sopper. En in ieder geval? Buurman Jos zegt soppig. En ook in ieder geval heel duur, hè? Ja, absoluut. Des te duurder, des te beter. Zie je wel. Maar als ik naar jouw handen kijk, ja, dan moet dit de grootste maat zijn. Kun je die zelf altijd aandoen? Nee, Peter moet me. Ik kan er 1 zelf aantrekken. Want ik heb eigenlijk maar 13, maar er is niet meer als maar 12. Dat gaat niet hoger. Dus dan Peter die helpt me even om die linkerhandschoen aan te trekken. Maar anders krijg ik hem niet aan. Dus met andere woorden, in die prijzenkast thuis, daar liggen zo'n 12, 13 paar handschoenen. En die zullen jou herinneren aan die hele mooie carrière die je bij Urk hebt gehad. En we zullen er zeker op een later moment misschien nog wel een keer op terugkomen. In ieder geval, jij hartelijk bedankt voor alles wat je voor Urk gedaan hebt. Dat durf ik namens al deze mensen hier zeker te zeggen. En namens de supportersclub ook. Dankjewel Cornelis en heel veel succes. En misschien zien we zeker, nou, ik denk zeker nog wel een keer terug bij SV Urk in een andere hoedanigheid. Dankjewel. Ja, dankjewel Peter.